Hi, welkom bij dag 2. Ik ben Fleur van Mindas en we zijn vandaag in Tilburg bij Even Niet Alleen. En wat gaan we nog meer doen vandaag? Ik ben Noah van NJR en we gaan naar Den Bosch ook nog vanmiddag. En daarna gaan we in gesprek met jongeren. Ik ben Katie. Ik ben jongerenwerker in Tilburg. En dat ben ik eigenlijk gaan doen omdat ik als jongere zelf ook heel erg zoekend was. En dat ik niet zo goed wist waar ik terecht kon en wie mij echt kon zien. En met die passie ben ik nou dit werk gaan doen. We hebben een speciale lunchbijeenkomst gedaan. Dat hebben we expres wat kleinschaliger gedaan. Dus echt voor onze samenwerkingspartners. Dus mensen vanuit de universiteiten van Nederland. En LAX waren er bijvoorbeeld. En daarin hebben we aandacht gevraagd voor het taboe wat er nog is op psychische problematiek onder jonge mannen. Met het LAX hebben wij een portefeuille mentaal welzijn. En daarbij bezoeken wij scholen, gaan we met leerlingen in gesprek om vooral te laten zien dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de mentaal welzijn van jongeren. Ik doe onderzoek naar de bespreekbaarheid van de mentale gezondheid van mannelijke studenten binnen een grote studentenvereniging. Dus wat voor factoren hangen er samen met of je iets wel of niet bespreekt? Het gaat om jouw gevoelens. Dus ja, super interessant. Hoe zorgen jullie voor jullie mentale gezondheid? Dus ik denk vooral met anderen erover praten als er iets is. Ja, goede vraag natuurlijk. Ik vind het ook gewoon belangrijk om leuke dingen te doen. Maar ook niet te veel verplichtingen. Dat zie ik het door het bomen en bos niet meer. En dan ga ik wel stress krijgen en dat probeer ik altijd te voorkomen. Ik blijf altijd gewoon heel veel mijn vrienden zien en leuke dingen doen. Zodat je een beetje kan genieten en met je vrienden ook gewoon delen waar je mee bezig bent. En op die manier hou ik mezelf eigenlijk op de been, altijd. Wat vonden we van vandaag? Wat ik leuk vond aan vandaag is het verschil tussen organisaties. Dat het niet uitmaakt of we nou op een kantoor zijn of in de wijk of waar dan ook. Dat iedereen bezig is met dezelfde missie. Nou, jullie hebben net allemaal jongeren gesproken bij het station bij Den Bosch. Wat was het meest opvallende wat jullie hebben gehoord? Vooral het enthousiasme wat er van de jongeren afspat af en toe, dat viel mij heel erg op vandaag. Nou, op naar dag 3.